De fietster die dinsdag werd aangereden in Hendrik-IDo Ambacht is aan haar verwondingen overleden. De vrouw uit Dordrecht reed op haar fiets op de kruising van de Antoniuslaan en de Veerse Dijk. toen ze werd geschept door een auto. De automobilist, een man van 28 uit Hendrik-IDo Ambacht, had te veel gedronken en is opgepakt. Krimpen aan de IJssel mag voorlopig zelfstandig blijven. De gemeente wordt niet betrokken bij een herindeling. waarbij vijf kleinere plaatsen in de Krimpenenwaard worden samengevoegd. In een eerder voorstel zouden zes gemeenten in het gebied moeten fuseren. In het centrum van Hardingsveld-Giessendam zijn woensdagochtend zes woningen ontruimd. nadat in een van de huizen brand was uitgebroken. Tien mensen werden geëvacueerd. Het historische pand in de Peulenstraat werd in zijn geheel verwoest. Een naastgelegen woning en twee tegenovergelegen panden liepen waterschade op. Niemand raakte gewond. De maandag overleden Oerfeienoorder Fred Blankenmeijer wordt komende zondag voor de wedstrijd feyenoord heerenveen herdacht met een megasfeeractie. Blanke Meijer was 70 jaar lid van de club. De sfeermakers vinden dat zo'n clubtrouwe man het verdient om op een mooie manier herdacht te worden.